j'ai mis mais allons il blinker je blinker et ouais ouais. Oké, valies klaar, gerief mee voor te werken. Check, 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 check. En nu gaan zwemmen. Oké, ik ben net gaan zwemmen met Abigail, die staat voor mij, maar ik zie het niet. Ik ben vergeten te filmen, maar we hebben gezwommen. Iets meer dan 1 kilometer. Yay! En mijn haar is plat vandaag, het is nog niet helemaal droog, maar ik vind het niet lelijk. Dus dat is al iets. En nu rijd ik naar Zep. Proteïnereep. Ik ben dus in de winkel met mijn heel hele kapsel vandaag. En Jamie is erbij. Hallo. En het is ons liedje. Alsof ik rijk ben. Dit is Louis Vuitton. En my brand. Als een zus weg. Hallo, ik ben Jamie Lee. Vandaag ben ik in de Zip en ik heb 4 outfits aangedaan. En jullie mogen er 2 kiezen die ik mee ga nemen naar huis. Amai, we zijn er. Ik heb zo gezegd de slechtste kamer, maar ik vind het wel heel, heel gezellig. En proper, heel proper, heel, heel, heel proper. Ik weet niet of je het gaat kunnen zien. Maar echt, alleen doe. Niks op aan te merken. We gingen even een half uur slapen terwijl dat een Tesla moest opladen. Maar we hebben dan langer geslapen. Dus nu zijn we hier en het is 2 uur. Kan je nu snel ontschminken? Oh, ik heb hier last van een dingetje. En ontschminken, tanden poetsen. En dan zien we nu opstaan. Het is nu 2 uur. Yep, 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 yep. Oh, ik ben zo blij. Het is iets na 10:30. Ik ga me ontschminken. Ik hoop dat ik voor 11:00 nog in mijn bedje geraak. We zijn gaan eten. Oh, zeg mijn haar. We zijn gaan eten met schoenen. Ik krijg ze niet uit. Ik wou zeggen met klanten, maar dat is niet waar. Wij zijn eigenlijk hun klanten. En ja, het was wel gezellig. Maar ja, ik was echt aan het sterven. Ik ben zo ziek. Allee, ziek niet, maar ik heb zoveel last van mijn nek, rug, hoofd. En ik was er zo mottig van. Ik heb amper iets kunnen eten. Ik heb dat wel gedaan uit beleefdheid, maar eigenlijk. Maar bed, I love my bed. Ik had zo goed slapen, jongens. Ciao, kusbikers.
Mijn soep zit in de oven. Ja, ik heb hier nog altijd last van, weet ik veel wat het ook is. Mijn nagels zijn gedaan. Mooi! En ik heb al lang gedoucht en alles en me klaargemaakt. Vanavond heb ik een date. Ik ben nog niet klaar, hè? Dat is duidelijk. Maar ik bedoel, ik heb mij sowieso op mijn gemak gedoucht, want die laatste 2 dagen was al zo snel, snel. Ik zweerde meteen alles geknipt en ken het, de hele ritme tut. En die Loetje ligt op bed te slapen. Want die ben ik gaan halen nadat ik mijn nagels ben gaan laten doen. En dan heb ik gewoon al de hele dag gewerkt. In mijn roze jogging en ik moet nog opruimen. Verder. Mijn valies uitkuisen weer al. Dus dat was het voor zover. Ik heb mijn schmink van gisteren nog half op. Ik heb me weer niet ontschminkt, nee. Ik ga sporten. Sportzakje klaar. Schoentjes moet ik nog aan doen. Chop chop, ik ben eigenlijk echt heel moe. Ik heb zo wat groeipijnachtig. Maar het is raar, want ik ben wel om 11 uur, half 12 gaan slapen. En geslapen tot 7 uur, dus. Maar ja, het zal de vermoeidheid zijn van de voorbije dag. Oh my god, mijn ouders zijn toegekomen in Bali. En ik was nog gerust, want ik hoorde ze ineens. Lilo, kom hier. Dus mijn ouders zijn toegekomen in Bali. En ik hoorde ze eerst niet. Maar ik had dan gestuurd naar die mevrouw van die Airbnb. Van ja, ze zijn toch veilig binnen. Want ik wist van de driver dat hij had afgezet daar. Maar ja, zijn ze dan binnen of niet? Allee, ik bleef nog gerust. Ik dacht al van oké, kom wel goed. Maar die stuurde niet terug, want het was er dan al nacht. En nu daarnet heb ik allemaal fotootjes doorgestuurd gekregen en zo. Sabine is al bij hen geweest, heeft hen leren scooter rijden, ze zijn al in La Brisa geweest. Papa heeft dan een foto met een hondje doorgestuurd. Ze hebben al in het zwembad gezeten. Allee, ze vinden het precies wel kei tof. Dus dat is goed, maar ja, ik heb hen naar daar gestuurd. Dus ja, als dat dan niet leuk is voor hen, dat zou ik echt zo erg vinden. Oh, mijn mamatje, papa. Oh, I love them. Oké, ik ga mijn schoenen weer dragen. Goedemorgen! Oké, I'm home. En I'm drinking van alles. En kijk, het zonnetje schijnt. Ik ga een weekplanning maken. Papa niet filmen terwijl hij aan het stappen is. We zijn helemaal bezweet. En warm. Oh, dat is hier niet te doen. Vind je het leuk? Uw droom is realiteit, besef je het? Ja, wel. Wanneer ik krijg het om jou te Lintje, was het lekker al? En leuk? Nee. Maar nee, het was niet lekker en leuk of wat? Het was wel lekker en leuk, maar ik wil niet. Ah, dat is echt zoet. Oh nee, ik heb geen aan. Nee, ik ben mezelf. Ik wil dat filmen als ik op elke doe. Ze wisten dan echt, je haar op blok, zij komt in beeld. Ik heb haar al in beeld gepakt, dus dat is echt. Oké, maar duur nog lang zeker. Ik was gisteren ziek. Ik heb niet gefilmd. Want ja, ik had er gewoon geen zin in. Ik ben naar de dokter geweest. Opkomende keel- en oorontsteking. Ik ben gisteren ook heel vroeg gaan slapen. Maar vandaag ga ik wel werken. Want gisteren ben ik niet naar ZAP gegaan daardoor. Ben mijn drankje aan het maken. Het is heel vroeg. Ik was echt vroeg wakker. Het is 6 uur en ik ben aan het werk, want ik ga denk ik vanavond sporten in plaats van nu, 's morgens. Omdat ik me nog niet zo goed voel en ik wil zien of ik vanavond er al klaar voor ben, want ik wil mijn lichaam ook niet te veel oververmoeien. En ja, that's all folks. Oké, ik ben aan de fitness, maar om daar in de fitness altijd te filmen is zo afvols, dus... Ik ga gewoon nu bewijzen. Ik ben hier, ik ga sporten. En ik zal daarna wel nog eens filmen. Oké,
Oké, dit is weer de situatie van mijn ijskast. Toppie! Maar, ja, ik had geen zakje bij, dus ik moest wel een zakje nemen. Maar dan heb ik het zakje genomen voor de, waar ik toch sowieso de groentjes in moest doen. En dat gebruik ik dan als kakzakje erna. Niet dat ik mij moet verantwoorden of zo, maar ik geef maar uitleg over mijn plastic verbruik. Dit ga ik eten met groentjes. Want ik heb niet veel zin in kwestie om te koken. Dus ik wil gewoon iets simpel. En dit zijn nog mijn vanmorgen. Vanmorgen allemaal groentjes en fruit nog. Zo. Ik ben wel blind getrouwd aan het kijken. Allee, ik was blind getrouwd aan het kijken terwijl ik aan het eten was. En kijk, oh my god. Er komt dus iemand Lilou elke dag. Allee, elke dag. Als ik er niet ben, dan komt iemand Lilou uitlaten. En die stuurt vanmiddag al van, je hebt bloemetjes gekregen. En oh my god, dat is zo lief. Een heel speciaal bedankje, maar echt, ik heb eigenlijk echt niks gedaan. Zo lief. Van Naomi die mijn wenkbrauwen doet, die ook vriendin geworden is van mij daardoor, heeft net eens een bloemetje gestuurd. Zie hoe fucking mooi en lief I can't. Ik heb al een berichtje gestuurd, want ik was er net een beetje emo, maar dat heb ik niet gefilmd. Maar ja, kei schattig. En boerke. Ik ga nu blind getrouwd, dat is nog 10 minuten of zo. Want ik had dit weekend ook al een deel van die aflevering gezien. En dan ga ik nog wat werken en dan ga ik lezen, mijn hand schminken en op tijd slapen. Maar nu vroeg ga ik sporten met een Tommy. Om 6:30 moet ik daar zijn. En dan hebben we een meeting met Tommy. Ik ben je leven in de moed. Oh, maar ik moet eigenlijk naar alles mijn hart. Kijk, dat is het beeld, hè. Dat is het echte beeld. Het echte beeld van een team die ze morgens gaan aantrekken. Dat is geweldig, hè. En als ze zeggen, ja, het was het uit te lopen. Amelia? 1. 1, wat dan? 4, maar ik ga gewoon de meter stellen. 5, ja. 6, 7, 8. Maar of je kunt een deel ook nog stemmen? Pas dat ze zo buiten, binnen, buiten. Ik kan misschien wel dit zeggen. Ja, hopelijk. Gaan jullie ook eens iets zeggen? Wie zijn jullie eigenlijk? Ellen! Vanzap! Vanzap! Ja, oké, alleen meer heb je niet te zeggen of wat? Nee, het is nog top secret. Ah ja, we gaan doen. Ja, oké, we gaan het niet zeggen. We moeten jullie allemaal vermoorden. Ah ja, nou, oké, gaan we niet doen. Tot zover, deze lezing. Ik ben aan het bellen met Christine. Wat is de tip van de week, Christine? Want het is heel grappig. Lilootje tijdens een fotoshoot. Ja. Dus, oké. Ik sta hier en ik moet een beetje doen. Goh, ik zie er niet zo goed uit. Nee. Ik moet een beetje doen alsof ik aan het. Ik heb een blog gemaakt. Alsjeblieft. Daarmee heb je een wekelijkse vlog gemaakt. Dat is geen ding meer. Jawel, hiermee maak ik mijn wekelijkse vlog. Alright. Dat is echt waar, hè? Ah ja, oké. Ja, wel, luister. Als ik tijd heb voor hem te bewerken, nee. Volgende week. Maar niet in deze. Wat? Wat een beetje make-up wel niet kan doen, hè?
Ik heb mezelf een beetje bijgewerkt met een MAC oogschaduw van de HEMA. Kijk, wacht even. Maar ja, zo is het wel niet zo mooi. Maar iets van Face Glow of zoiets noemen. Dat heb ik zo hier gedaan en hier. Zie je het? Hier blinken en daar blinken. Een drink van Simon, birthday drink. Oh, maar ik ga niet lang blijven. Ik doe het echt om hem even te zien, omdat hij terug is uit Bali. En dan ga ik slapen. Ik heb groeipijn zelfs in mijn benen. Maar ik voel me wel nog altijd heel happy en actief, maar mijn benen voelen gewoon van... Kinneke, je bent toch nog altijd niet bijgeslapen, zeggen die. Maar ja, morgen ga ik weer weggaan. Ja, living the fast life, hè. Oké, we zijn. Waar zijn we? Waar zijn we? Het Sportpaleis! Oh my god, wij zijn op Moes, wat is het? Moes XXL. Moes XXL, en het is hier mega schraal, maar ja, wel.